kut. Hey mensen, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik het hebben over Pokémon Go. Pokémon Go, ik denk dat iedereen het wel kent inmiddels. Pokémon Go is een spelletje op je mobiel, dat je Pokémon's gaat zoeken. En heel veel mensen doen het tegenwoordig ook op de fiets. Waarom weet ik ook niet, want mijn moeder die is vandaag nog aangereden door een Pokémon Go speler. Ik speel het zelf niet, want ik heb nooit eigenlijk iets met Pokémon gehad. Als ik dat allemaal hoor van welke ongelukken er allemaal gebeuren. Kijk maar, zoals hier. Hier. En hier. Kijk dan, staan fucking veel dingen op social media van Pokémon Go spelers die dan een botsing maken. Dan zitten ze in een auto, zitten ze Pokémon Go te spelen. Doe alsjeblieft voorzichtig mensen. Pokémon Go dat is niet zomaar een spel dat je op je fiets of in je auto kan spelen. Als je Pokémon Go speelt, speel het dan gewoon veilig. Doe het in je auto ofzo. Niet in je auto. Als je Pokémon Go wilt spelen, speel het dan veilig en speel het als je aan het lopen bent. Niet als je aan de fiets ofzo bent. Ook niet in een attractiepark ofzo. Waarom ga je dat... Toen ik naar de Efteling ging met de loods, toen zaten er een paar mensen zaten continu op hun mobiel te kijken. Zaten ze continu Pokémon Go te spelen. Wat is daar dan leuk aan? Waarom ga je dan 32 euro voor de Efteling betalen als je toch alleen maar Pokémon Go gaat spelen? Dat is toch... Dat is gewoon not done. En sowieso vind ik het gewoon een kutspel. Want je brengt de mensen naar buiten met hun mobiel. Ze willen zo graag mensen naar buiten hebben. Organiseer dan dingen buiten. Zoals een festival, zoiets. Ik weet het, ik ben een zeikert. Weten de meeste mensen wel. De meeste mensen weten wel ook dat ik een zeiker ben. En dat ik af en toe gewoon zeikvideo's maak. Maar het is gewoon nodig. Kom op. Wie vindt dit nou leuk? En wie gaat nou op zoek naar dit? Of dit? Of dit? Dan ben je toch een beetje gek in je hoofd. Het zijn geanimeerde plaatjes. Het is gewoon door iemand getekend. En dan gaan jullie het zoeken. Wat? Je ziet gewoon een heuse verslaving opkomen. Van de mensen die Pokémon Go spelen. Dan vragen ze van, kom je naar buiten? Dan ga je met hen chillen. En wat ga je dan doen? De hele dag rondlopen. Pokémon zoeken. Dude! Ik snap het echt niet. Waarom zou je nou Pokémon gaan zoeken buiten? Kijk, oké, als je het op je fucking Nintendo DS zou doen. Nou, dan snap ik je wel. Maar buiten? Nee! Ik hoop in ieder geval dat jullie deze video een beetje leuk vonden. Vonden jullie het leuk? Doe dan vooral even de blauw duimpje omhoog. Laten we gaan voor de 20 duimpjes omhoog. Klik hieronder even op abonneren. Voor als je er nog niet bent. Zet hier ook in de reacties wat jullie de volgende keer willen zien. Voor nu zeg ik bedankt voor het kijken. En later!